Het is te simpel, snap je wel? Wij bleven hier achter na de ijstijd. Wij hebben Achillean weer opgebouwd. En hij ging gewoon van planeet naar planeet om zijn zakken te vullen. Ik zag hem spelen toen ik nog klein was. Hij was gewoon de beste. Ik ben blij dat hij weer terug is. Ze zeggen dat hij een team wil formeren. Is dat waar? Het kan me geen moer schelen. De Lightnings zijn de beste en de Shadows zijn niet slecht. Achillean zal het nooit tegen hen op kunnen nemen. Met of zonder Arch. Hoe voel je je nu je weet dat je beste vriend terug is op Achillean? Arch is niet mijn beste vriend. Maar ooit was hij dat toch wel? Luister, juffie. Ik heb betere dingen te doen dan over een geest te praten. Ik moet een club coachen. De Galactic Football Cup staat voor de deur en elke dag telt. Dus waarom toon je niet wat interesse voor iets dat wel telt? Mijn team, de Red Tigers. Zoals u kunt zien, beste kijkers, weet niemand op Achillean waar Arch zich verstopt heeft. Is hij hier nog wel? Of is hij alweer weg? Bereidt hij zich voor op zijn selectie? We weten helemaal niets. Maar reken maar op mij om u te blijven informeren. Dit is Kelly Mystic met een live verslag voor Arcadia News. Dank je, Kelly. Het is altijd fijn je te zien. En te weten dat er eindelijk iets gebeurt op Achillean. We gaan er even tussenuit voor de boodschappen. Arcadia News wordt mede mogelijk gemaakt door Technoid. Als ik een pirate vang, wil ik er graag onberispelijk uitzien. Dus gebruik ik Nikkelchroom. Oh, als een spiegeltje zo glanzend. Bedankt, Nikkelchroom. Opgepast, niet te gebruiken op levend materiaal. We herinneren u eraan dat de prijs op het hoofd van Pirates-leider Sonny Blackbones nu staat op 2 miljoen standaard credits. Voor een mooier en beter heelal helpt Technoid. Nou, ma, kun je al iets zien? Ik zie 3 knullen die niet stilzitten en mijn concentratie verstoren. Waar zijn jullie naar op zoek? Een knap meisje? Een schat? Een knap meisje met een schat? We zijn op zoek naar Arch. Jullie weten ook niet van ophouden. Arch is niet gek. Hij is vast al terug naar waar hij vandaan kwam. Maar hij zei dat hij op zoek was naar een team. En jij denkt dat hij overweegt om jullie aan te nemen? Waarom niet? We zijn goed, toch? Goed gek bedoel je? En Arch heeft die gangsterleider Bello vlak op zijn hielen, weet je? En ik weet als geen ander dat je dan niet al te lang op één en dezelfde plaats wilt rondhangen. Hoezo? Mag Bello je nog steeds niet? Hij heeft die kaartjes toch terug, of niet? Ja, maar daarom is hij nog niet mijn beste vriend of zo. Kom op, laten we gaan magneet worden, jongens. Micro Ice heeft gelijk. En ik heb toch klanten zometeen. Nee, ma. Arch staat symbool voor ons lot. Hij kwam voor ons. Ik weet het zeker. We moeten hem vinden. Oké, nou, ik ben hier weg, lipo's. Zie jullie later. Wat doen ze toch met al die bloemen? Ze eten ze toch niet, of wel? Ah, ze doen maar wat ze willen. Als ze maar betalen. Geef ze geen korting, oké? Kunnen we ons niet veroorloven. Pa, dat heb je al minstens 100 keer gezegd. Hoewel wat je nog niet gezegd hebt is wat je ervan vindt dat die echt weg is. Over wie heb je het? Pa, weggaan is het beste wat hij kon doen. Ik snap het gewoon niet. Waarom heb je nog steeds een hekel aan je eigen broer? Na al die jaren. Ik haat hem juist vanwege al die jaren. Ja, maar iedereen verdient een tweede kans. En ik dan? Kreeg ik een tweede kans? Er gaat geen dag voorbij dat ik niet lijd onder het kreupel zijn. Arch heeft nog steeds 2 benen. En voor mijn part loopt hij ermee van een cliff. Wat is het probleem? Oh, niks bijzonders. Gewoon de geleider. Arch. Nog een paar aanpassingjes en dit schatje loopt als een trein. Nu moet iedereen het nog weten.
En met die lui achter ons aan is dat niet zo eenvoudig. Ik kan niet gewoon ergens binnenlopen en mijn bedoeling aan de mensen uitleggen. Dat zou het moeten zijn. Jongeman, jij maakt er een gewoonte van uit de lucht te komen vallen. En waar ik ook nog goed in ben, is ontsnappen door het raam. Maar als u het niet erg vindt, neem ik deze keer maar de lift. Ik wil u niet storen, hoor. Het is niks voor mij om mijn neus in andermans zaken te steken. Wacht even, Knul. Er is iets wat je kunt doen voor mij. Kom op, John. Maya kan niet alles zien. Ik kan niet geloven dat hij weg is. We hadden eindelijk de kans om iets te doen met ons leven. Iets groots. Eén ding weet ik zeker. De Red Tigers zullen ons niet verslaan. Stelletje sukkels. Zo, jongens. Is Micro-Eyes niet bij jullie? Weet je wel, een jongen van jullie leeftijd, klein, sluw, nerveus, heeft altijd overal een antwoord op. Ze zeggen dat hij jullie vriend is, maar op de een of andere manier geloof ik dat niet. Misschien zoeken jullie naar mij. Want als mensen me zoeken, vinden ze me. Nou, niet zoals bij Arch. Behalve dan dat ik hem gevonden heb zonder dat ik eigenlijk naar hem op zoek was. Wat? Je weet waar die is. Is hij nog steeds op Achillean? Hij gaat zelfs test afnemen. Nou, waar blijven die drankjes? Nu perfect moeten doen. Perfect, ja. Dat is precies het woord dat ik zou gebruiken om te beschrijven hoe jouw machines werken, Clem. Reken je op een grote opkomst? Misschien zijn ze niet meer geïnteresseerd in voetbal op deze planeet. Hier is het. De rest komt eraan. Beantwoord dat je vraag. Wat is dit dan? Nou, dit is een holotrainer. Een virtuele trainingsmachine. En ik ben weg. Ik heb hier niks meer te zoeken. Wil jij niet blijven voor de test, Knul? Testen zijn niet echt mijn ding. Alleen dat woord dat doet me denken aan school. Nou, bedankt nog voor alles, Knul. Je kwam precies op het goede moment binnenvallen. Mee. Je moet ze laten zien dat jij het beste bent. Begrepen? Het beste. Rustig, man. Wat heb jij nou, Micro-Eyes? Je ziet er nog stommer uit dan anders. Sanet, waarom ben jij hier? Om op de tassen van je vrienden te passen? Och, vergeten, je hebt helemaal geen vrienden. Ik heb liever geen vrienden dan de jouwe. Dat is niet zo aardig, Sanet. Je stelt me teleur. Ik ga jullie allemaal vernietigen op het veld. Ik heb meer talent in mijn kleine teen dan jullie allemaal bij elkaar. Dat willen we wel eens zien, makker. Blijf je toch voor de test? Het komt toch niet vanwege dat meisje of zo, hè? Of wel? Meisje? Welk meisje? Oké, we kunnen eindelijk beginnen, want ik verwacht niet nog meer kandidaten. Dacht het wel. Arch, hier is namelijk nog een lift vol. Hallo! Zo, jullie zijn dus aan het feesten zonder ons. Waarom weet die vent altijd de sfeer te verpesten? Geen paniek, mensen. Hij blijft vast niet erg lang. Oké, kinders, wegwezen nou. Het gaat niet om jullie. Wat zei ik u, lieve kijkers? Met Kelly Mystic bestaan geheimen nooit lang. Heb je haar uitgenodigd? Ik dacht dat wij wel wat aandacht konden gebruiken. Zo dan, Arch. Natuurlijk ben je moeilijk te vinden. Maar er is heel wat meer voor nodig om Kelly Mystic te laten opgeven. Wat gaan we nu doen, baas? We slachten ze af, live op televisie. Is dat antwoord stom genoeg voor je? Of kan het nog stommer? Kom, wegwezen hier.
Ik zal me voorstellen. Ik heet Arch. Jullie hebben vast van me gehoord. Het zij goed of slecht. Ik zat in het laatste goede voetbalteam van Aquilian. En de reden dat ik terug ben is om een nieuw team te vormen. Een nog beter team met jullie talent. Ik weet zeker dat we de adem van Aquilian kunnen doen herleven. Professor Clamp hier helpt bij de test van vandaag. We nemen alleen de beste van jullie. Ik reken erop dat jullie alles geven. Nou, succes. Maar waar gaan we die test houden? Er is toch geen veld hier? En juist daarom zoek ik juist een vrijwilliger. Nou, kom dus naar voren, joh, en doe dit shirtje aan. Micro, ga ervoor. Laat ze zien wat je kunt. Wow, Zoe. Luister goed. Zie je de rode lijn aan de andere kant van het veld? Je moet daar zo snel mogelijk zien te komen. Dribbel het met de bal. Treitje. Obstakels verschijnen op je pad. Je moet er langs dribbelen zonder tijd te verliezen. Zacht gekookt eitje. Klaar? Oh jee, dit wordt ingewikkeld. Beter. Waar zijn we? Rustig maar. We zijn hier bij mij thuis. En ik ben Rocket. Wat is er gebeurd? Je ruimteschip stortte neer. Ik was net op tijd voordat het explodeerde. Ik moet snel naar Arch. Het ziet er nou uit dat jij hem heel goed kent. Jij weet vast wel waar die is. Nou, eigenlijk is hij mijn oom. Dat is zo cool. Oh, nou, ik heb hem nog maar één keer in mijn hele leven gesproken. Ik moet hem vinden, hoe dan ook. Waarom? Wil je soms in zijn nieuwe team? Dat was ik wel van plan. En jij? Dat zou ik wel willen, maar eigenlijk... Hey, wat doe je nou? Je hebt 2 seconden om achterop te springen. Anders ga ik er één zonder jou. Laten we hem testen als keeper. Thank you.
volgende. Hey, ik wil aanvallen in die test, niet verdedigen. Wat is dat nou weer? Horen jullie haar? Verander het programma. Wauw, hé. Hey. Wat een show, lieve kijkers. En het is nog niet voorbij, want de ene speler komt vlak naar de andere. Dat maar eens na, als je kunt. Met genoegen, vriend. Live vanaf de 16e verdieping van de Telstra Tower, waar Arch nog steeds meer kandidaten blijft testen. Zoals u kunt zien zijn er nog maar een paar kandidaten over. Laatkomers, die zich op het laatste moment melden in de hoogste toelatingstest voor het team te halen. Nou, ik kan maar beter weer weggaan. Echt niet. Je bent hier nou, dus dan blijf je ook. Zodat je mij tenminste kan zien. Aan de beurt. Rocket, weet je vader dat je hier bent? Ja, dat weet hij. En hij wil het niet. Jij gaat met mij mee. Onmiddellijk. Denk je dat hij mij kiest? Dit meen je toch niet? Als ze jou niet nemen, dan nemen ze helemaal niemand. Ik hou dit echt niet meer vol. We zitten hier nu al veel te lang te wachten. Dat team kan me sowieso niks schelen. Jullie aandacht graag. Clamp en ik hebben eindelijk onze keuze gemaakt. Voor degene onder jullie die niet geselecteerd zijn, niet getreurd. Ik hou jullie namen hier en wie weet vraag ik jullie nog om lid te worden van het reserveteam. Vergeet nooit dat er meer is in het leven dan voetbal. Dat is het eerste verstandige dat ik hoor vandaag. Yes! Ik hoor erbij! Ongelooflijk!
Ik zit bij het team. Nee, echt hoor. Het is cool. Het is niet echt een verrassing. Ik ben tenslotte gewoon de beste. We moeten onmiddellijk het fluxgenootschap bijeenroepen. De adem van Aquilian is verschenen.